Dus. Wacht even. Wacht even. Wacht even. Demissionair minister Hugo de Jonge. Ik weet niet of ik moet zeggen, dit is een speciaal bericht voor u. Want ik spreek je nog even met u aan. Ik ben in mijn badjas, ja. Maar ik word moe. Moe ben ik om voorgelogen te worden. Liegen. Je liegt. Liegt. Liegbeest. Je houdt inderdaad van die shine. En dan ga je last minute nog op verkiezingsdag wil je even je shine komen pakken. Wel, je fout callen door de man, want je liegt. Zogenaamd, je paspoort ligt in bak. Je paspoort ligt in bak. En dan heb je de verkeerde paspoort zogenaamd gebracht. Nee, Kil, je wou het koude systeem testen of je denkt of die arrogantie van je is naar je hoofd gestegen. Ja? Die arrogantie is van je naar je hoofd gestegen. Dus hoe heb je het lef om met een brokken paspoort richting stembureau te gaan? Hoe heb je het lef om met brokken paspoort richting stembureau te gaan? Goedendag, Miriam. Dus dan wil je toch agressief en vals worden op je eigen mensen die... Laat ik het voorzichtig zeggen, hoor. Op mensen die... Ben ik te streng? Nee, ik ben niet te kou. Ik ben niet koulo streng. We zijn niet koulo streng. Ik ben ondertussen naar boven gelopen. Want ergens hier heb ik een oud paspoort. En ik moet heel even weer in mijn geheugen gaan graven. Maar hopelijk kan ik het gewoon laten zien. Volgens mij heb ik het ergens diep weggestopt. Maar dat is namelijk wat je doet met je paspoort. Je zet het gewoon weg. En helemaal je oude paspoort. Die zet je gewoon weg. Weg. Ik weet al waar het is. Het is achter in de schuur. En nu wil jij komen lullen. Om vervolgens te willen gaan staan naar stembureau. Mensen, goeiedag. Ik praat even rechtstreeks met Hugo de Jonge hier. Om te zeggen dat hij door de man valt. Je bent toch achterlijk? Hij wil gaan stemmen. Met een ongeldig paspoort. Zie je die arrogantie? Die bepaalde elite denken te hebben en waar ze mee wegkomen. He's playing us. He is playing us. En dan vervolgens het tweede bericht. Dat hij waarschijnlijk in aanraking is geweest met iemand die quarantaine heeft gehad. Wel, dat bericht is een klein beetje... Laat me een slok nemen. In het Surinaam zou wel zeggen toch. Nou, je takso. Dat is een klein beetje vervelend. Ja? Maar ik hoor op deze dag te veel Hugo de Jonge. Onmenselijke fout. Nee, je lult! Lul je lul! Hoe moet diegene... Dus als ik... Boy. Ik heb gelezen toch de voorzitter van stembureau. Nu had je echt een Surinaamse tante nodig toch? Die daar zal zitten. Luco Hugo de Jonge die binnenkomt. Om zijn... Lange paspoort. Weet je toch? Die vrouw zou het aannemen. Vrienden kapos paspoort direct. En hoe zie je niet, Kil? Hoe zie je niet dat je paspoort gaten heeft? Snap je? Hoe zie je niet dat je paspoort gaten heeft? Weet je hoeveel mensen in aanraking zouden willen komen voor dit... Koude paspoort. Met alle respect. Ongedocumenteerde. Mensen die je sowieso niet te bereiken met je bullshit. En heb je het lef? Maar nu ben ik boos. Nee, ik swipe naar links. Ik kijk nieuws. En dit is wat ik moet lezen, mensen. Je wil naar stembureau gaan met een ongeldig koude paspoort. Met alles erin. Alles. En die gaten zijn groot. Ik zweer het je. Waar is mijn paspoort, man? Bijna wil ik nu die gaten gaan demonstratief gaan maken in mijn paspoort. Om te zien hoe groot die gaten is.
Dus op wat ben je dan 's ochtends vroeg? Want, is een blender. Op wat ben je dan 's ochtends vroeg? Nee, je neemt je eigen shit niet eens serieus. Met stront. Dat zit er helemaal voor me, hoor. Huh? Je komt je stem uitbrengen. Je stem is kolen waardeloos. Precies zo waardeloos dat je paspoorten niet weet te regelen. Weet je door welk paspoort gaten gemaakt kunnen worden? Luister dan, toevallig ben ik hier. Huh? Koninkrijk der Nederlanden. Ja, is mijn vaccinatiepaspoort. Ik heb jullie al gezegd, het is geen vaccin. Het is vaccinatie. Zo noemen we dat ding. Wel, ik moest naar Suriname gaan, hoor. En ik wou in het binnenland gaan bemoeien. Dus, ik had geen andere keus toch om die yellow fever. Maar dit is het ding. Ik kom het toevallig weer tegen. Dank, ik heb dat hele dingetje nog. Je neemt het hele kadding niet serieus, man. Je neemt jezelf niet eens serieus. En dan kan ik nu niet zeggen van, ik hoop dat die keel tot zichzelf komt. Weet je? Nee, je boekt nog een paar vrije dagen voor jezelf in. Want je bent zogenaamd in aanraking gekomen met iemand met corona. Ik weet niet eens hoe ik moet reageren. Wel, ik wens je een goede gezondheid toe. Ja. Ga testen. Hugo de Jonge. En ik hoop dat die staaf die ze gaan gebruiken om te testen, toch? Nog langer is dan die puntschoen die je eeuwig draagt voor Mekmodo. Tapsma nek. Mekmodo, Iwan Mekmodo. Eeuwig. En deze keel komt altijd met zijn haren één kant gekamd. Op een bepaalde shine factor manier wilt hij toch komen drukken. Want is shine wat die man probeert te pakken op verkiezingsdag? Op verkiezingsdag. Oh! Menselijk. Nee, je koude lult en valt door de mand. En precies zo had ik je geschreeuwd. Snap je? Laat me niet Surinaams praten. Precies zo had ik je geschreeuwd. Ik had jou zien aankomen. Ik had al een bepaalde manier naar je gekeken. Oh, je komt interessant doen, hoor. Dat ik gekeken wat voor schoen je aan had. Huh? En heb je het lef voor langer. Dus hoe heb je het lef? Waar in het proces? Snap je? Rem je jezelf niet. En weet je wat het is met deze gasten? Dit soort gasten komen niet met een paspoort. Snap je? Die jij en ik hebben. Nee. Het zal me niet verpassen als hij zijn diplomatiek paspoort heeft gepakt. Om onderscheid. Hij wil in elitair zijn. Iemand doet elitair. Jij denkt zonder elitair te zijn dat je een paspoort met gaten oké is om naar stembureau te gaan. Huh? Hij shine niet dit paspoort. Nee, die gast nummer 2. Biggie Tink Fassie. Reizen ze overal op de wereld met hun diplomatiek paspoort. En dan denk je dat die met een gatenkast paspoort wil gaan stemmen. Huh? Dan vraag ik me werkelijk af wie allemaal op die man heeft gestemd vandaag. Werkelijk vraag ik me af wie allemaal op hem heeft gestemd vandaag. Nee, man. Je doet Nederland tekort. Want jij denkt een stem te kunnen gaan uitbrengen met een gatenkaas paspoort. Hetzelfde paspoort waar heel veel mensen hun leven voor hebben verloren. En nog steeds voor verliezen. Die boodschap moet duidelijk zijn. Ja? Neem dit land serieus. Neem fucking jezelf serieus. Neem dit paspoort en wat het betekent, neem het serieus. Want dit is gewoon een fuck you aan het adres van iedereen die dit paspoort op een fassie goed in zijn hart heeft. Dit is een boodschap voor al die ongedocumenteerde mensen die fucking vast zijn in die koude Libië. Ja? Misschien moet ik geen koude zeggen, want je bent onze demissionair minister. Wel, demissionair minister, koude! Dat is die boodschap. Je neemt ons als vriendje en je denkt dat het een spelletje is. Dit kan niet. Ja? En als je 's ochtends vroeg, op zo'n belangrijke dag als vandaag, niet beseft dat je de verkeerde paspoort hebt gepakt, om mensen tijd te gaan verspillen, want dan moet je weer terugkomen. Om een verkeerd, als je zo onzorgvuldig omgaat daarmee. Wel, dan snap ik wel dat we in deze crisis te maken hebben met mismanagement op alle fucking lagen, alle fucking niveaus van het hele coronacrisis. En dan ben ik hier niet om te vertellen dat we geen virus hebben, hoor. Het is er. Ja?
Want die wattenstaf gaat diep, diep in je goro-goro moet gaan. Snap je? En dan hoop ik dat ze niet per ongeluk tegen je hersenen aankomen. Om je hersenen weg te stoten. Zal me niet verbazen als dat ding dusdanig ver diep kan gaan. Maar uiteindelijk komt er niets hier. Niets komen ze tegen. Niets komen ze tegen daar. En dan denk je, boy, ik heb gezegd wat ik moet zeggen toch. Je hebt geen recht van spreken. Een dergelijke blunder zal iemand die dit land respecteert en waar dit paspoort voor staat en zijn stemrecht beter serieus nemen. Ik kan me niet voorstellen dat ik een gatenkaas paspoort naast mijn paspoort heb liggen om voor ver 's ochtends vroeg blindelings een verkeerd paspoort te pakken. En wil je daar komen? Nee, kill. Is gewoon koude comedie. Na comedie zeggen we in het Surinaams. Na wat comedie staan niet, wat comic idee. Op verkiezingsdag. Nee, is een klein beetje cloud probeer je te pakken. Ja? Ja. We hadden die bullshit gedaan. Aan het einde van de dag hadden we allemaal onze stemmen uitgebracht. Toch? Is gewoon zoals Hugo de Jonge gewend is. Snap je hem? Voor sick en teren. Huh? Probeer je cloud te pakken. En even weer op een of andere achterlijke manier relevant in het nieuws te zijn. Om menselijk over te komen of whatever. Ja, ik maak ook foutjes. Kill. Wij vertrouwen dit land toe aan ministers zoals jij. Ministers zoals jij. Oké? Even een look boom. A corona. Oké, u gaat echt die Suriname bespreken, toch? Maar ik ben klaar bij deze boodschap. Ja? Ik hoop dat je het ziet. Ik hoop werkelijk dat je het te zien krijgt. Dit kan gewoon niet. Het kan gewoon niet. Ik kan jouw hoofd gewoon niet meer serieus nemen. En dat vanwege dit soort dingetjes. Echt. En hoe je mond, je smoelwerk zet. Boy, had de Surinaamse tante daar moeten zitten achter die stembureau. Voor tikka paspoort. Van mijn